Vandaag rij ik deze auto, de nieuwe Mazda 2, de 90 pk Intro Edition. Wat gelijk opvalt is dat de auto ontzettend stil is. De ruimte in de nieuwe Mazda 2 is prima te doen. Ik ben zelf 1,91 meter. En er is ruimte zat voor mijn benen. Achterin is het ook goed te doen. Dus voor lange mensen, goede optie. Opvalt bij deze auto met zijn 90 pk is dat hij lekker pittig is en daarnaast natuurlijk lekker zuinig. Goed, we gaan nu even een rotonde op, kijken wat hij doet met een redelijk hoge snelheid. Tenminste als ik de ruimte krijg. Zo te zien, ik heb nu een grote lelijke Ford Focus voor mijn neus die niet doorrijdt. Jongen. Nou, daar gaan we. Nou, hij houdt zich vrij goed. Ik moet zeggen dat ik de buitenkant een klein beetje voel. Hup, rotonde nummer 2. Hai, zo. Ik ben duizelig, jongens. Nou, niks om aan te merken. Hij kan goed door de bochtjes. Lekker hard over rotonde. Conclusie, leuke compacte auto, zuinig, goed voor in stadsverkeer, ook voor vakanties, niks mis mee, goed getekend, dus op naar de Mazda dealer.